Over Barcelona. En hier is dan de ploeg van Benfica, waarvan nog 9 spelers van de winnende ploeg van verleden jaar zijn overgestemd. Het kunstlicht is al aangestoken, dames en heren. Het is een beetje... Hebt u dat bij de opstelling van de elftallen kunnen zien met die grote snor? Die Stefano daar weer helemaal achter, ziet u wel. Neemt daar een bal af. Puskas. Eusebio, de nu reeds vermaarde Afrikaner die de rechtsbinnenplaats bezet. Aguas. Levensgevaarlijke corner. Hij probeert te schieten, deze linksbuiten. En voor de eerste maal. Pereira is ook in Afrika geboren, maar is een Portugees. Net als Aguas in midvoor. Joan. Eusebio in duel met. Als de vleugelspeler die er bestaat. Eusebio. Aguas. Hele veld. De voorspelers van Real Madrid. Echt goed weer in. Krijgt een brug van Coluna van Eusebio. Eusebio. Aguas. Tot dus nu toch al bijna 9 jaar geleden van Engeland wordt met 6-3 won. Maar inmiddels Spanjaard geworden. Santa Maria. En weer Santa Maria. Eusebio. Het is dan weer Santa Maria die daar het. Weer Eusebio, onverwacht schot. Gento, bal van die Stefano gekregen heeft. Augusta. Mooie poging van Eusebio. Ja, deze jongen 9. Kleine moeite voor Costa Pereira om die bal weer naar voren te werken. Dat is meteen, dat wordt meteen, worden dat kansen, hè, die uittrappen van die keeper. Dat was eventjes toch het gevaar van het te ver opdringen van die keeper. Ja, nam Barcelona ook een voorsprong tegen Benfica. En die verloren toch met 3-2. Dus ik wil maar zeggen dat er... helemaal niets van te zeggen is. Dan gaat Eusebio. Van baltechniek die knaap, hè? 19 jaar oud. Gaar, die maar even met zijn 2 doelpunten weer een enorm aandeel in deze strijd heeft genomen. Dat wordt toch voor die Portugezen moeilijk met die sterke verdediging van Real Madrid. Eusebio. Gemoederen die zijn langzamerhand opgewonden geraakt door het spannende verloop van die match. Del Sol. Di Stefano. Dat was de bal weer. Nee, niet goed. Aguas kopt daar heel mooi naar Eusebio. Prachtig op! De scheidsrechter laat recht doorspelen. Dat is slecht geplaatst van Gento. Eusebio, Simonis. Di Stefano, Santa Maria, Puskas, de bal afgenomen, Eusebio was dat. Dat Benfica, die is niet van de lucht, Benfica, Benfica,
Weer een aanval van Benfica. Coluna. Eusebio. Daar gaat Eusebio. Hij geeft nog een schot ook. Eusebio, nee, niet goed geplaatst. Daar gaat de rechtsback van de Spanjaarden. Eusebio. Nog steeds Eusebio. Nee, schot mislukt. Elio Casado. Simoes. Met de bal daar. Casado. Coluna. Kijk even. Nee, dat lukte niet. Hoog is gebleven tot dusver. En daar begint dan de tweede helft. Juist 8:30. Dat is fantastisch, hè. Cruz. Weer Coluna. Augusta. Het is Stefano die daar helemaal teruggekomen. Eusebio. Die Germano, dat is eigenlijk een voornaam. Net zo goed als Angelo. En ook Joano. Aanval van de Portugezen. Nee. Blijven toch door. Eusebio, mooi getopt. Nee, die paas is niet zo zuiver. KV. Deze verdediger heeft nog wel een hand op het ogenblik, dacht ik zo. Ah, dat is daar die Stefano die daar een aanval onder. Nee, het heeft lang alleen gehouden. Bovenste plank wat we hier zien vanavond. Al worden er dan natuurlijk ook wel eens foutjes gemaakt. Eusebio die er bijna op doel afrende. Heeft zijn doel. Oh, daar laat die Stefano zich een bal afpakken. Eusebio. Coluna. Augusto. Eusebio. Hoekschop geworden. De eerste hoekschop naar rust. Cornerverhouding was 2-2 voor. Nog geplaatst ook. Eusebio. Verliest het duel. Krijgt de bal toch terug. Nee. Misschien gaat het straks wel weer beter. Vrije schop. Eusebio. Goal! Maar. Buitenspel. Overtreding tegen Gento. Ze trekt wel de schijn, maar. Lauren heeft daar niks in gezien. Ongelooflijk wat deze mensen presteren. Nu hebben de supporters hebben het grootste woord. De doelverdediger op te schieten. Dat zijn gevallen die een wedstrijd als deze kunnen beslissen. Tussen twee volkomen gelijkwaardige grootheden. Daar gaat Eusebio weer, die ineens. Oh, wat een doelschot! En dat heeft dan toch. Dat betekent zoiets als goed zo, goed gedaan. Go!
acrobatische sprong daar van die Portugees. Mooi van Di Stefano. Eusebio. Kan vrij opbrengen. Augusto bij de Spanjaarden. Casado nog blijkbaar niet fit genoeg om dat. Augusto, linksbuiten. Simunis. Eusebio. Nee, dat lukt. Al de scheidsrechter dat we weer de schuld krijgen, dat zijn we zo eigenlijk een beetje gewend van Real Madrid. Ja, het is jammer om dat te moeten zeggen, maar zo mooie, sterke club. Bal is niet uit. Simunis. Santa Maria, dat is de enige die nog. Oh, dat is obstructie, ja. Daar gaat Eusebio weer met zijn grote stappen. Oh, dat is toch een free kick. Eusebio mag het nog eens doen. Gaat de verkeerde kant op. Velo. Naar voorzet.